Ja, dit is nieuwsuitzending nummer 163. En het gaat over het onderwerp Rulers of Evil. En dat is een boek geschreven door Frederik Tupper Saucy. En die bespreking, daar heeft Jurk Gliesman zich bereid getoond om daarin mee te werken. En hij weet er heel erg veel van. Dus goed luisteren naar Jurk Gliesman. Ik ga hem nu bellen. Via Skype dan, hè. Niet echt bellen. Moin, moin. Moin, moin, mijn heer. Hoe gaat het? Ja, gaat goed. Gaat goed. Wat blieft? Ja, het gaat goed. Ik ben blij. Ah. Ik zie ontwikkelingen. Ik zie vooruitgang. Dat is toch mooi, hè? Ik heb fijne ontmoetingen gehad met andere mensen die ook allemaal lekker vriendelijk en rustig zijn. Ah, bestaan zo'n mensen, ja? Ja, ze bestaan nog. En we gaan morgen gaan we muziek maken met een stelletje losers, zullen we maar zeggen. En we komen allemaal bij elkaar en een gitaar mee en zangeressen zijn erbij. En dan gaan we dat nummer doen van Edith Piaf, Non je ne regrette rien. Mm-hmm. Dat ken je denk ik ook wel, hè? Tuurlijk. Ja. En daar is een Nederlandse vertaling van gemaakt door een vrouw hier in Nederland. Maar goed, dat zijn ze van die positieve dingen. En dat is met jou dan? Prima eigenlijk. Mooi. Ik heb een uur geleden een documentaire beëindigd die ik gezien heb, die een klein uur lang was. Aha. Die noemde iets van de protestantische zicht op Daniel. Mhm. Dat werd mij aanbevolen door, mij. Dat was een antwoord op een of andere commentaar in een van mijn laatste video's. Ik weet niet meer de welke, want als ik er naartoe ging, stond het er niet in. Ja. En ik ben naar reacties gegaan, heb dat goedgekeurd nadat ik de video gezien heb. Ik heb dus die video gezien en ik kan u één ding zeggen, Perry. Mm-hmm. Je weet hoe dat ik bezig ben met Daniel 9, ja. Verse 24 tot 27 en de foutieve futuristische uitlegging daarvan via de Jesuiten en de Romeins-Katholieke Kerk. Ja. Om het spotlight af te wenden van de Romeins-Katholieke Kerk als zijnde de Bijbelse historische en profetische antichrist, ja. Die zowel al in de Bijbel zo vermeld staat, door Paulus voorspeld wordt, door Daniel voorspeld wordt en Johannes voorspeld wordt. Hm. En dus die documentaire die ik daar juist gezien heb, die heeft niet alleen dat nog eens een keer bevestigd, Daniel 9, 24 tot 27, op die manier hoe dat de Bijbel alleen maar kan geïnterpreteerd worden door hulp van de Heilige Geest. Mhm. Maar die heeft ook een paar andere vragen beantwoord. Ten eerste, daar ben ik al een tijdje geleden opgestoten en dat stort mij enorm en daar ga ik dus werk van maken samen met Tom Fress, van zodra die eindelijk eens een keer terug tijd heeft, en Brad Norman, omwille van de 1260 jaar, 3,5 jaar, 1260 dagen, 3,5 jaar of 42 maanden, of tijd, tijden en een halve tijd, die ja altijd in deze wereld herkend wordt als zijnde de tijd tussen 538 na Christus tot 1798. Uh-huh. En daar zijn dus voldoende bewijzen daarvoor dat dat dus een foutieve zevendaags Adventistenleer is. Aha. En daar wordt in die video over gesproken. Ja. Dan is er natuurlijk die zeer foutieve en gevaarlijke valse leer van de zevendaags Adventisten. Van hun investigative, hoe noemen ze dat? Neem je tijd. Ik kom daar nu niet op de naam, maar ze zeggen in feite van dat Christus op een bepaald ogenblik in de hemel van het heilige naar het allerheiligste gegaan is. En daar nu dus een investigatieve oordeel in feite aan het vellen is. Ja, na onderzoek een oordeel of zo. Ja, dus ik kom nu niet op de Engelse benaming even. Just sorry. Investigative judgment, denk ik is het. Wat de zevendaags Adventisten leren. Dat is een vreselijk gevaarlijke, valse leer die zij vertegenwoordigen. Waar bijna niemand niet over valt. Wat stoort je dan zo aan? Wat? Nou ja, een investigative judgment, bij wijze van spreken, is dat Christus in de hemel is en het boek van het leven opendoet en iedereen zijn
zijn daden beoordeelt en zijn schuld toewijst. Dat is een investigative judgment. Ja. Ja, maar dat staat nergens niet in de Bijbel. En voor wat hebben wij dan de weeropstandingen, de twee? De eerste en de tweede? Ja, precies. Ja, dus dat is een vreselijk gevaarlijke leer van Zevendaagsadventisten. Maar ja, de mensen houden allemaal van de Zevendaagsadventisten en snappen niet dat die opgericht zijn door vrijmetselaars. Maar ja, in elk geval, de Zevendaagsadventisten leren dus dat de 2300 dagen uit Daniel, ik weet nu niet welk kapitel niet meer, Daniel vernoemt deze 2300 dagen en zij zeggen van dat gaat tot 1844. Da verwachten de Zevendaagsadventisten de toen Millerites, eigenlijk ja de terugkomst van Jezus Christus. Ja, die kwam dan niet en dan hebben zij zich gevormd als Zevendaagsadventisten en gezegd van ja, hij is er nu niet, maar hij doet nu wel de investigative judgment in hemel. Hij is van de heilige naar het allerheiligste opgegaan, bij wijze van spreken. Wat niet scriptureel is, wat er niet in de Bijbel terugvindt en wat je niet kunt testen. Je moet maar geloven wat ze zeggen, bij wijze van spreken. Wij kunnen niet zien wat in de hemel gebeurt. Hè? Ja, dat is niet voor ons bestemd. Hè? Ze leren dat zomaar. Pas op, ze nemen daar miljoenen mensen mee op een verkeerde pad. Hè? Maar pas als je deze foutieve leer begrijpt, begrijp je hoe gevaarlijk de Zevendaagsadventisten eigenlijk zijn. Een echte, valse profeet, zal ik maar zeggen. Natuurlijk zijn er veel dingen die ze ook goed leren. En zonder de Zevendaagsadventisten gelijk Walter Veit en Bill Hughes was ik niet in mijn geloof en mijn weten waar ik vandaag ben. Maar die video die ik vandaag gezien heb, heeft me nog eens een keer des te duidelijker gemaakt hoe belangrijk het is die Engelse term te volgen. Eat the meat and spit out the bones. Eet het vlees en spuw de beenderen uit. Ja. Met andere woorden, neem alles in je op. Onthoud dat wat goed is. Behoud het goede, zeggen we dan. Behoud dat wat goed is en doe weg wat slecht is. Ja. Maar ja, om dat te hebben moet je dus gefundeerd zijn op de Bijbel en je moet de Bijbel ook begrijpen. Maar het probleem is, je kunt de Bijbel 20 keren lezen en als je niet met van de Heilige Geest begeleid wordt en dat die je niet in alle dingen die je niet kent onderwijst, dan gaan ze nooit niet leren de Bijbel. En ik heb bepaalde dingen, en dat is ganz normaal, dat is met iedereen zo. Je kunt de Bijbel één keer lezen en je verstaat het niet. Je leest een bepaalde deel nog eens een keer en je verstaat meer als je de eerste keer verstaan hebt. Ja. Maar je verstaat nog lang niet alles. Ja. Dus je leest nog eens en nog eens en nog eens en nog eens. Daar zijn plaatsen in de Bijbel, die leest je 25 keer en de 26e keer ineens valt het je van de ogen dat je zegt van waarom heb ik dat eerder niet zo verstaan? En dus in die video die ik daar juist gezien heb, was een andere verklaring, een logische, die verklaring die ik altijd al gezocht had, van die 2300 dagen, die zeer, zeer schoon was en absoluut zin maakt en bijbels en historisch belegd is en die niet op de Zevendaagsadventisten durchgaat. Er was een verklaring voor uit een andere profetie van Daniel van de 1290 en 1335 dagen. Schitterend gewoon. Ik ben nog altijd enorm onder de indruk daarvan. Ik heb ze direct in mijn favorieten overgedaan en nog een andere playlist. Ik heb dat video direct gedownload. Ik heb direct Brett en Tom een e-mailtje gestuurd, van dat ze dat dringend moeten gaan zien. En ik heb het gedeeld op mijn Google Plus site, die je ja kent, want daar refereer je altijd toe als je mij verlinkt. Nu heb je mijn videokanaal. Ik wil je wel één ding vertellen, maar verlinken... Dat gebeurt tussen criminelen. Ja de ene crimineel die zegt tegen de politie, dat is een crimineel, dat heet verlinken. Dat is een leuke grap, toch? Oké. Ik neem je dat niet kwalijk, ik vind het alleen maar grappig. In Vlaams heeft dat een andere betekenis, maar waar de link naartoe gelegd hebt, de internetlink gelegd hebt, en als men erop klikt, dat men op mijn Google Plus pagina terechtkomt, in plaats van op mijn YouTube kanaal, dat heb je nu aangepast, maar voor mij mochten ze allebei daarin doen, maar het is maar om te zeggen van mijn YouTube kanaal is een andere link en niet de Google Plus site. Daar heb ik het op geplaatst en ik hoop dat Tom zich de tijd neemt en dat we daar eens een keer over kunnen gaan klappen, zoals we ook over andere dingen willen gaan klappen, want Brett heeft mij vandaag een artikel laten zien dat Matthew Festing, de chef, als je dat zo kunt noemen, van de ridder van de Maltese Orde terugtreedt. Dus afstapt van zijn post. En dat geforceerd door Paus Franciscus.
Ja, ein sehr interessanter Artikel, weil ich noch eine Kerl fern der Ringa in die Gruppe, dass ich da mit Saturday mit Tom eventuell über kann klappen mit dem Telefon, dass wir das können abnehmen, da ein Video von können machen. Das ist das sicher ein interessant Unterwerb, sicher gesehen in das Licht, dass wir sind kocht eine neue schwarze General haben, ne, eine schwarze Pause haben. Ja. Ein neuer General von den Jesuiten, nur untertissen all den Derde, die das in Väter gekosen ist, ob den Augenblick als ein anderer noch lebte, ne? Ja, ze worden steeds korter van houdbaarheidsdatum of zo. Ja, nee, rapport Peter Hans Kolvenbach is teruggetreden in 2008, de Nederlander overigens. Ja, Brabant. Ja, dus half Belg, hè. Die is dus teruggetreden in 2008 en heeft plaatsgemaakt voor Adolfo Nicolas Pachon. En Adolfo Nicolas Pachon is nu in 2016 teruggetreden en heeft plaatsgemaakt voor Arturo Sosa. Wat is er aan de hand, denk ik wel. Ja. Ja, dat is een interessant onderwerp. Als je daar een beetje dieper op gaat. Ik heb in een van mijn laatste Hour of the True zendingen, waar ik met Brett gedaan heb. Ik weet niet of dat je dat gezien hebt. Mm-hmm. Dat is Hour of the Truth. Ik weet niet, dat onderwerp is ergens iets van. We bespreken nieuwe dingen, nieuwe zwarte paus en een Understandable History of the Bible, deel 8. Mm-hmm. Hebben we erover gesproken. En deze nieuwe zwarte paus komt ja uit Venezuela. Ja, die heb ik gehoord volgens mij. Ja. Ik heb juist een paar dagen daarvoor een video gezien met een interview waar de voormalige voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve Bank, Alan Greenspan, geïnterviewd werd. En die gezegd heeft, om het een keer in korte woorden te vatten, die iets gezegd heeft in die zin zo van, ja, wat in Venezuela gebeurd is, dat staat Amerika bevoor. Ja, dat heb ik gehoord. Die uitzending heb ik gehoord. Ja. Wij gaan nu door een fase van Griekenland. Okay. En dan gaan we naar de Venezuela, waar dat ze uit de vuilnisbakken eten. Ja. Daar heb ik dan alleen maar op gezegd van ja, in Amerika leven nu al meer dan 50 miljoen mensen op levensmiddelmarken. Ja. Afhankelijk van de staat. Ik moet ook zeggen, hier in Arnhem ken ik ook mensen van de voedselbank hoor. Dat zijn trouwens hele aardige mensen. Die hebben geen boze mensen. Bedoel je die mensen die in de voedselbank werken en dat nee, eten? Nee, die ervan eten. Die mensen die er naartoe gaan. Ja, die zullen wel moeten. Je moet er iets eten. Ja, die mensen die naar je de krijgt niet veganistisch bij de voedselbank. Dat hoef je echt niet te denken. Je krijgt rommel. Maar die mensen weten dat ook. Maar ze hebben zoiets van, ja, dan eet ik maar rommel, maar dan eet ik in ieder geval nog. Ja, die vraag is of dat je een keuze hebt, hè, Perry? Precies. Ik heb ook een discussie meegemaakt van jongere kinderen. Dat was op het terras van een cafeetje hier. En dat zo'n meisje van een jaar of 19. En die zat op het hoger beroepsonderwijs. Dat is niet eens een stomme school. En toen zei ze, ja, in de kantine kan je dus allemaal vegetarisch, eco, biologisch, van allerlei lekkere spullen eco krijgen. Maar zei ze, daar heb ik geen geld voor. Ik heb maar een paar euro voor mijn lunch. Dus ja, dan koop ik maar een broodje GMO. Ja. En die kinderen lachen er een beetje om. Ja, het is gewoon niet anders. Ja, ieder mens wil gewoon... Hier in Nederland had je vroeger schorsen, neren en al die andere groenten, weet je die dingen? Aardpeertjes. Heb ik verleden week nog gegeten. Ja. Maar je moet er wel naar zoeken. Topinambour, hè? Huh? Topinambour, hè? Topinambour, is dat... Dat is aardpeer, hè? Oké, topinambour. En welke taal is het dan, topinambour? Topinambour is een Afrikaanse benaming daarvan, dacht ik. Oh, oké. Okay. Dat is een Afrikaanse wortel, hè? Als ik niet mis ben. Aardpeer. Ja, aardpeertjes. Ja, het lijkt op aardappel. Dan heb je aardappel en aardpeer. Ja. Ja. Dat is hier wat het is. Marginaal wat hier is. Hey, zullen we gaan voorlezen? We hebben een mooie intro gehouden. Ja, dat zullen we zeker gaan doen, maar ik zie juist dat Tom Fress online is op Skype. Dat is die normaal gezien nooit in de week. Dus als die mij direct gaat contacteren, dan zal ik u heel onvriendelijk zeggen, ga ik hier afbreken en ga de kans nemen met hem eens te praten. En dan nemen we het zeker later terug op, maar ik denk dat je daar begrip voor hebt. Ja, natuurlijk. Geen probleem. Ja, dus deze documentaire die ik daar straks gezien had van een dik uur heeft mij zowat van onder de indruk gesteld. En daar zijn dan zoveel andere interessante dingen ook nog gebeurd, dat het met mij dus momenteel echt in feite heel goed gaat. Maar ik ondertussen al niet meer weet waar mijn kop staat van welke dingen dat ik nu eerst zou gaan doen. Dus gaan we eerst maar een keer verder hier zeker met Rulers of Evil in het Vlaams. Ja,
ik lees het voor in het Engels en jij commentarieert. Hè? Ik denk dat je het voorleest in het Nederlands. Ja, maar vanuit het Engels. Ja, ik lees het voor in het Nederlands, maar vanuit het Engels. En op pagina 11 naast het plaatje van Constantine. En nog even voor de, niet voor jou, maar voor iedereen die luistert. Constantinus, dat was diegene die ging naar Constantinopel. Huh? Nou, tijdens de 4e eeuw was de helft van al het land, dat was dus van Europa, en 1/4 van de populatie van het Romeinse Rijk was in eigendom van de priesters. Als de keizer Constantinus en zijn naad, toen de keizer Constantinus en zijn senaat formeel gesproken het christendom geadopteerd hadden als de officiële religie van het Rijk, toen was de uitvoering dan daarvan meer een soort fusie of acquisitie, dat is overname, dan een revolutie. De weelde, de rijkdom van de priesters kwam voornamelijk van het eigendom van de christelijke kerken. En de priesters zeiden zichzelf toe om christenen te zijn. Noemden zich alleen maar christenen. Ja, noemden zich alleen maar christenen. Ja, dus die woorden die Tapasos hier gebruikt, naar de motto van dus het, het heidense Romeinse Rijk heeft het christendom geadopteerd, ja, zegt hij hier. Ik gebruik eerder die woorden ontvoerd. Maar ik moet nu stoppen, want Tom contacteert mij en daar moet ik dus echt eventjes een keer op ingaan. Nou, dan hebben we in ieder geval dat een heel klein stukje gedaan. Ja, dan, ik sla het wel op en ik ga hem wel gewoon posten. En dan gaan we volgende keer verder na het plaatje. Moet je niet posten, we kunnen straks verder gaan doen. Maar Tom is nu aan het bellen en ik neem die op, oké? Oké, maar hoeveel tijd? Misschien over een uur of zo? Ik meld me bij jou, oké? Is goed, tot straks. Ja. Doeg. Nou, dat was een hele korte met Jurk Liesman. Ga ik nu de opname eventjes pauzeren. Dit is het vervolg van nieuwsuitzending nummer 163. En het gaat over Rulers of Evil, het boek dat geschreven is door Frederik Tuppersaucy. En dat bespreek ik met Jurk Liesman. Sorry. En de onderbreking kwam omdat Jurk gebeld werd door Tom Fras over Skype. En dat had even voorrang. Daar heb ik alle respect voor. En dan nemen we nu de boel weer op. En ik ga hem nu bellen. Moin, moin, Norris. Moin, moin, mijn vriend. Zeg, sorry voor dat straks, hè. Ach, dat maakt het toch alleen maar echter. Het is alleen maar zo van, ik heb zo zelden de gelegenheid met Tom te praten. Verleden week op onze Sabbat had hem ook maar 1 uur en een beetje de tijd. Uh-huh. In plaats van onze gewone 2 uren. En in de week probeer ik hem altijd eens een keer te spreken, maar het lukt maar nooit niet. Die mens is zo druk bezig met zijn huis en met zijn gezondheid die zo slecht gaat en zijn vrouw en alles erop en eraan. En hij is al maanden niet meer op First Amendment Radio, dus hij maakt tenminste voor mij eens een keer tijd, waarom zelfs voor Nicholas geen tijd meer maakt. Mm-hmm. En dus als hem dan eindelijk eens een keer online is, op een ogenblik dat hem normaal niet is en hij contacteert me, ja, dan laat ik alles staan en liggen. Ja, nou, dat maakt helemaal niet uit. Ik heb de tijd zorgvuldig besteed. Het is normaal gezien helemaal niet mijn manier om iemand zo te laten vallen omwille van dat iets anders opkomt. Dus daarvoor wil ik. Dat weet ik wel. Dus, ja, maar nee, ik wil me daar gewoon graag een keer voor excuseren dat je dat weet. En dat ook de luisteraars dat weten. Omwille van die krijgen ja maar een deel daarvan mee hoe dat wij met elkaar omgaan. En krijgen daar misschien zo'n verkeerde indruk van. Dus daarom zeg ik dat. Ja, nee. Het is heel terecht. Je moet respect hebben voor je tegenover en dan leg ik zoiets graag eens een keer uit. En ik weet dat jij daar respect voor hebt, maar ik wil op die manier ook eventjes duidelijk maken. Ik kan ook even tegen de luisteraars zeggen, het aantal uren dat ik naar Tom Fras heb geluisterd, dat overstijgt de 70. Het aantal uren dat jij daar naartoe geluisterd hebt? Ja. Oh, dat zijn al meer dan 1000 bij mij.
Nou ja, ik zeg ook gewoon, ik wil niet overdrijven. Nee, ik ook niet. Ik heb er vele uren naar geluisterd. Ik heb al twee keer geluisterd naar de complete Global Vatican. Dat zijn 99 uitzendingen per stuk. Ik heb al anderhalve keer geluisterd naar Rome and Civil Liberty. En dan naar al die andere dingen. Plus zelf met hem uren gesproken en gedaan. Dus met 1000 uren kom ik waarschijnlijk zelfs niet toe. Maar dat is geen wedstrijd. Het is gewoon een punt van... die mens heeft zoveel interessante dingen te vertellen. Ik blijf daar niet moe luisteren. We hebben dat vaak als wij zaterdag onze Bijbelstudie doen en ik dan zeg tegen hem van ja, ik heb daar en daar heb ik nog geluisterd naar je Global Wettingen en al, zegt hem van, zei je niet kotsmoe mijn stem te horen? Krijg daar niet genoeg van. Snap ik je bedoel. Allee, ja. Anyway, laat ons verder gaan met Rulers of Evil. Ja, wel, ik was gebleven bij die zin, by the 4th century, dus ten tijde van de 4e eeuw. Was de helft van het land, Europa dus, en een kwart van de bevolking, dat was in eigendom van het Romeinse Rijk. En toen die keizer Constantinus en zijn senaat formeel het christendom adopteerden als de religie van het Rijk, en die uitvoering was meer een vorm van fusie, of acquisitie, dus overname, dan een revolutie. Ja, en toen had ik gezegd van dat is een ontvoering, is eigenlijk wat ze gedaan hebben. Hè? Ze hebben het christendom ontvoerd. Ze hebben, kijk, dat is in die tijd van, ik denk dat is in Openbaring kapitel 2, waar dat staat van de 10-jarige tribulatie die ze zullen doormaken. Dat is de 10-jarige achtervolging tussen 303 en 313, waar zoveel christenen gestorven zijn als nog nooit eerder in die tijd van die christenvervolging daarvoor. Uh-huh. En dat probleem was, als er 100 doden stonden er 1000 op en als er 1000 doden stonden 10.000 erop. Uh-huh. Dus ze hebben de christen gewoon niet klein gekregen. Uh-huh. Dus hebben ze dat gedaan, wat ze best kunnen. Overnemen. En dat is overnemen, infiltreren. Ja. Iets wat de Jesuiten een paar honderd jaar later ook gedaan hebben. Ah, ja. Want die hebben de gereformeerde kerk, de protestantse denominatie, zullen we ze maar noemen, geïnfiltreerd en terug naar Rome gebracht. En exact dat was het hier. Als je je vijand niet kunt verslagen, dan join hem, hè? Dan ga bij hem, hè? Zoals ze zeggen. Ja, en dat was er gewoon... Niet hem joinen. Jij weet wie het gezegd heeft, maar de best way to control the... Was ik weer? Lenin, ja. The best way to control the opposition is to lead it ourselves. Ja, exact, ja. Dat was Lenin, die daar gezegd heeft. Lenin was Jesuiten getraind, hè? Dus je weet uit welke richting dat komt. Mijn punt is gewoon van... Ja... Bijbelprofetie moet vervuld worden. En die enige manier hoe dat vervuld kon worden, was niet van dat ze konden vernichten met het zwaard. Uh-huh. Dat stond zo in de Bijbel ook niet geschreven, want dat laat zich niet met het zwaard compleet vernichten. Uh-huh. Maar je kunt het infiltreren en je kunt het een ander gezicht geven. Ja. En dat is in feite vandaag de dag het probleem, hè, Perry. De mensen associëren christendom met katholicisme. Ja. Maar katholicisme... De Romeins-Katholieke Kerk, en nooit niet vergeten, het is de Romeins-Katholieke Kerk. Het is een Romeinse kerk. Het is niet de kerk van Antioch, het is niet de kerk van Jeruzalem. Het is de Romeinse kerk. Mm. En die Romeins-Katholieke Kerk heeft haar wortels in Babylon. Ja. Nu iedereen die zegt van, oh Jörg, wat vertelde jij, dat is allemaal compleet gelogen en dat is niet waar. Ja. Jongens, je moet niet alleen maar zo dingen lezen als Simon Peter versus Simon Magus. Uh-huh. Je moet ook wel eens een keer zo dingen lezen als The Two Babylons van Alexander Hislop. Uh-huh. Ik heb dat boek gelezen, compleet in Duits, op mijn kanaal. Je kunt dat nakijken, genoemd Van Babylon naar Rome. Uh-huh. Ik heb gelezen Babylon Mystery Religion van Ralph Woodrow. Uh-huh. Ralph Woodrow heeft dat boek geschreven in 1966, heeft het in 1998 heeft hem zich daarvan gedistanceerd en vandaag de dag staat hem dan niet meer achter. En hij heeft een boek geschreven waar hij compleet alles oversmet wat hem in dat boek geschreven heeft. Uh-huh. Maar dat probleem is, zijn bronnen die hem voor het originele boek gebruikt heeft, die staan wel allemaal nog daar. Uh-huh. De katholieke encyclopedie zegt nog altijd vandaag wat de encyclopedie toen gezegd heeft. Uh-huh. De uitspraken van de Romeins-Katholieke Kerk zijn nog altijd dezelfde.
Andere historicus, historiciens, blijven die dingen zeggen die zij gezegd hebben, waar hij zijn boek op gebaseerd heeft. Dus als hij zijn boek herroept, dan is dat gewoon een teken van dat hij van het geloof afgevallen is en niet dat het geschiedenis achteraf veranderd is. Maar die enige mensen die het geschiedenis achteraf kunnen veranderen, of die enige die het geschiedenis achteraf kunnen veranderen, dat kan zelfs God niet doen, dat zijn dan immer de Jesuiten. Die kunnen dat veranderen wat in de geschiedenis gebeurd is, omwille van dat zij het ons vals aanleren. Ja, behalve natuurlijk dat jij en ik alsnog zitten te ratelen en oprakelen hoe de geschiedenis wel zat. Dus kennelijk hebben ze dan, want ze hebben het gedaan, dat geef ik je, daar geef ik je gelijk in. De Jezuïeten hebben gewoon af en toe regelmatig een opruiming gehouden in de bibliotheken. Maar ze hebben niet alles opgeruimd. De domme Rikker. Nee. Ja, dat zouden ze wel moeten doen. Hè? Nee, even als advocaat van de duivel. Hè? Maar als je dat wilt doen, moet je het wel helemaal doen. Moet je het wel afmaken. En niet half afmaken. Awel, daar is één ding wat zij een keer volledig van deze aarde uitgeroeid hebben. Daar is vandaag de dag geen enkel spoor meer van te vinden. En dat is? En dat is, na de val van het Romeinse Rijk, zijn er 10 naties ontstaan, en het kleine hoorn gaat 3 van die andere horens uitroeien en met de roet, met de wortel uitplukken. Uh-huh. En dat zijn waarschijnlijk de Herulis, de Vandalen en de Ostrogoten. Dat zijn die 3 volkeren toen, die compleet uitgeroeid zijn. Zo staat het in de Bijbel beschreven en daar vind je vandaag daar niks meer van terug. Okay. Daar is geen bloedlinie meer van die mensen, daar zijn geen schriften meer die van hun bewaard zijn, die zijn compleet uitgeroeid. Waarom spreken wij hier in ons ignorant Europa over vandalisme, over de Vandalen? Waarom wordt dat altijd met zoiets slechts geassocieerd? Waarschijnlijk omwille van dat zeer bijbelgelovige volkeren waren, die niet het primaat van de paus geaccepteerd hebben en zich dus niet de nieuwe Rome wilden onderwerpen en daarom met de wortel uitgeroeid moesten worden. Ja. Heel, heel toevallig. En zo dadelijk als we gaan lezen, we gaan echt zo dadelijk echt lezen, want de mensen zitten daarop te wachten. Maar, ja, maar, sorry. Ja, maar Vandalen, we hebben hier in Nederland een woordenboek en dat is Vandalus woordenboek. Ja, maar dat is wel van twee woorden geschreven. Ja, dat weet ik wel. Ja, maar het klinkt hetzelfde. Maar nu gaan we weer voorlezen. Klinkt hetzelfde. Ja. Maar dus den punt die ik in feite wilde maken, Perry, en dan kun je verder lezen, dat is ja ook belangrijk. Ja. Dat is dat die mensen zich daarvan bewust moeten zijn, dat wat zich vandaag de dag in deze wereld voordoet als Christendom, de Romeins-Katholieke Kerk, heeft haar wortels in Babylon en is niet christelijk. Ja. Dat is hetzelfde als het Judaïsme dat je had in de tijd van Jezus Christus. Daarom heeft Jezus Christus constant dispuut gehad met schriftgeleerden, fariseers en sadduceers. Hij heeft hun gewezen op hun foute leer. Iets wat zij uit Babylon meegenomen hebben. Ja. Iedereen van onze luisteraars heeft al een keer gehoord van de Talmud. Wat is de Talmud? De Talmud zijn schriften die in Babylon ontstaan zijn tijdens de Babylonische gevangenschap en die de Joden uit de gevangenschap meegenomen hebben in hun toen terug opgebouwd Jeruzalem en land waar dat ze gewoond hebben, die Joden in de tijd. Wil je dat nu Israël noemen of weet ik veel wat. Maar dat is dus het mengen van de schriften van onze Heer met de schriften uit Babylon. Ja. Met de schriften en de religies van Nimrod. Dat is de Talmud. En daarop gebaseerd is de Romeins-Katholieke Kerk. En dat kun je nakijken als je dingen leest als The Two Babylons van Alexander Hislop, wat ik dus in Duits gelezen heb, van Babylon naar Rome, van Alexander Hislop in Duits. Of in Ralph Woodrow's Babylon Mystery Religion, of in andere werken kun je dat nalezen, daar bestaat geen twijfel over. Ja. En daarom geeft de Romeins-Katholieke Kerk het Christendom wereldwijd zo een slecht gezicht. Wie wil er zich nu Christ noemen, als hem geassocieerd wordt met de Romeins-Katholieke Kerk? Niet zoveel mensen kunnen daarmee bekeren. Hè? Ja, dat is juist het probleem. En als je dat omdraait, dan kan je dus zeggen dat Christus Jezus zijn levenswandel, dat was dermate imponerend,
dat ze daar dus iets van 90% van de hele aarde qua rijkdom en landerijen en de Gobi-woestijn is nog van ons. Hè, dat hebben ze allemaal kunnen veroveren. Zo belangrijk was zijn levenswandel en dat wat daarvan opgeschreven is. Dus je kan zeg maar, de waarde van Jezus aflezen aan de waarde van de jurk van de paus. Dit is een, dit moet je even snappen, hè? Maar dan draai ik hem positief om. Want wij mogen ons niet laten verlogen, helemaal niet. En dat de mensen wel snappen dat de paus niks voorstelt, dat snappen ze ook wel. Belangrijk is natuurlijk dat ze terugkeren tot de oorzaak van de paus. Hoe heeft dat zo uit de hand kunnen lopen? Nou, dat komt omdat Christus Jezus, die sprak van dingen. Als je die gelooft, als je die in je hart sluit, dan ben je van, zoals Sigmund Freud dat zou zeggen, van je superego af. Dan word je vrij. Je moet het gewoon in je hart sluiten. Nu mag jij. Ja, dat is het moeilijkste wat de mensen vandaag de dag gewoon niet over het hart krijgen. Zichzelf een keer te vernederen. Ja. En zichzelf een keer instaan dat zij in feite niks waard zijn. En dat ze zonder Jezus Christus niks zijn. Ja. En hoe meer dat je daarvan bewust wordt, des te groter dat je eigenlijk bent. Ja, precies. Of des te meer dat je groeit. Ja. Laat ons maar zeggen. Ja. Oké, nu ga ik weer voorlezen. Ja? Alsjeblieft. Ja. De heidense goden en godinnen zijn heel kunstig uitgerust met namen die toekwamen aan het christendom. Het teken over het pantheon, teken boven het pantheon, dat aanduidt, en dan komt het op zijn Engels, aan de godin van de vruchtbaarheid, Cybele, en alle goden, en dan aan de aanhalingstekens sluiten, is herschreven to Mary and all the saints. De tempel van Apollo, dat werd de kerk van Sint Apollinaris. De tempel van Mars werd heropgericht als de kerk van vrouwelijke Sint Martina. Met als inscriptie: Mars heeft opgericht Martina. De meid die het martelaarsdom toekwam. En claimt nu. Beweert nu de aanbieding van hem te krijgen die hem toestond. Die hem toekwam. Ja, precies. Ja. Baba. En dan krijg je die volgende. Halloed Icons of Apollo. Daar heb ik over zitten studeren hoe ik dat moet vertalen. Maar dat zijn dus afbeeldingen van Apollo met een halo eromheen. En een halo is een ding om je hoofd, hè? Dat is die heilige schijn die ze zo altijd daarom maken. Zo die cirkel rond het hoofd. Dat is eigenlijk een zonneteken, hè? Uiteraard. Het hangt af van de zonnegod. Ja. Maar voordat je verder gaat, wil ik eventjes... Ja, gaan we terug. Ik wil gewoon eventjes op een klein ding ingaan wat je in Engels voorgelezen heeft. Okay. Je hebt voorgelezen aan Cybele en alle goden... Cybele was dus een goddess van de fertiliteit, van de vruchtbaarheid. Ja. En dat werd herschreven, en dat heb je alleen in Engels gezegd, daarom wil ik het graag een keer in Nederlands nog een keer duidelijk maken, aan Maria en alle heiligen. Oh ja, zeg het Engels, ja. Heel belangrijk dat toch eventjes ook eens een keer te vertalen. Dus wat de heiden gewijd hebben aan de vruchtbaarheidsgodin Cybele, en alle goden, want zij hebben vele goden in het pantheon, in het heidense geloof, ja. Hebben ze vele goden, ja. Dat werd in één keer gewijd aan Maria en alle heiligen. Ja. En Maria, en dat leer je als je zo dingen leest als The Two Babylons van Alexander Hislop, Maria is... is eigenlijk niks anders als de personificering van Semiramis, de vrouw van Nimrod. Ja, de moeder vandaar komt ook de Romeins-Katholieke Triniteit, de drie-eenigheidsleer, want die is natuurlijk terug te voeren naar Babylon,
Nimrod, Semiramis en Tammuz. Ja. Vader, zoon en vrouw. Laten we het ons maar zo noemen. Zover zijn ze hier nog niet. Ze spreken nog van de Heilige Geest en hun triniteit. Ja, ja. De drie-enigheidsleer is dus compleet katholiek. Ja. Dat God wil ik ook nog, is één God. Ja. En het staat zo in het eerste gebod. Jij zult geen andere goden hebben naast mij. Ja, ja, precies. Hij is de enige. Ja. Ja? Dus ja. Van zodra dat je ergens leest van goden, dus meerdere, dan meer dan één God, weet je dat het niet bijbels kan zijn. Hè? Ben ik helemaal met je eens. En dus wat jij hier zegt met Hallowed Icons of Apollo, ja, dat is juist, dus die halo, dat is die heilige schijn, dat is deze schijn die je hier ook in, op de volgende pagina ziet, op pagina 12 boven, dat is een afbeelding van Sol Invictus, ja. Dus de onoverwinbare zonnerot, en die heeft zo'n halo rond zijn hoofd, en als je een Romeins-Katholiek heilige beeld bekijkt van Petrus en Paulus en Johannes en wie dan ook uit de Bijbel en Jezus ook heel vaak, die hebben dus zo'n kring rond hun hoofd. Ja. Dat is een halo ja. En dat is in feite afkomstig van een zonnesymbool. Dat symboliseert eigenlijk de zon. Ik heb nog en dat moet zo gezegd een heilige schijn zijn. Ja. We gaan er even lekker door. Ja? Ik heb mezelf beloofd tot pagina 17. Tot pagina 17 zouden we kunnen halen. De iconen van Apollo met een halo eromheen, die werden genoemd, die werden betiteld als Jezus. En de kruisen van Bacchus en Tammuz, die werden geaccepteerd als het officiële symbool van de kruisiging. En Paus Leo I heeft gezegd dat Sint Peter en Sint Paul, en dat zijn dus, jij weet dat, maar de luisteraars even dan, dat zijn de apostelen, die vervingen Romulus en Remus als de patronen die Rome zouden verdedigen, de verdedigende patronen, de patronen daarvan. Heilige feesten ook. Beschermen, sorry. Beschermen, ja, goed zijn, ja. Heilige feesten werden ook gechristianiseerd. Dat kan helemaal geen Nederlands woord zijn, maar die werden ook christelijk gemaakt. Bijvoorbeeld 25 december. De geboortedag van een aantal goden, waaronder Saturnus, Jupiter, Tammuz, Bacchus, Osiris en Mithras. En die werd ook genoemd dat het tevens de geboortedag was van Jezus. En het traditionele Saturnalia, dat was het seizoen waarin je van drunken merriment, van dronken blijdschap, en cadeautjes geven, dat evolueerde tot kerstmis. Ja, mag ik daar een keer iets op zeggen? Ja. Sorry dat ik altijd zoveel commentaar heb. Hè? Oh, dat is toch leuk voor de luisteraars, alleen maar naar mij. Ik heb een paar jaar geleden een video gedaan, in Engels, 15 minuten lang maar, dat noemt All I Want for Christmas is the Truth. Oh ja, ja, ja. En daar gaat er een klein beetje over. En mensen die denken dat Jezus Christus op 25 december geboren is, die kennen hun Bijbel niet. En vooral verstaan ze één ding niet. En sorry, ik kom altijd op dat ene ding terug. Aha. Daniel, kapitel 9, vers 24 tot 27. Aha. Als je dat goed verstaat, aha, en als je het Nieuwe Testament goed verstaat, aha, dan weet je dat Christus gestorven is, aha, met het Passoverfeest, juist? Ja, dat staat in het Nieuwe Testament. Ja. Oké. En dat vindt plaats in april. Mm-hmm. En toen was hem 33,5. Mm-hmm. En waarom kon hem 33,5 zijn? Of waarom moest hem 33,5 zijn? Alhoewel hij werd gedoopt, mm-hmm, gebaptized, als hij 30 was. Mm-hmm. Want in het Oude Testament kunde jij pas een ministry beginnen, dus je kunt pas een Rabbi worden, een leraar worden, als je 30 bent. Oké? Okay? En we hebben daarvan getuigenis in de Bijbel dat Jezus 30 was als hem gedoopt werd. 3,5 jaar later, na zijn ministerie, is hem gestorven. Dus als hem in april sterft en hij is 33,5, dan kan hij niet 25 december geboren zijn. Eerste aanwijzing. Tweede aanwijzing,
Als hij geboren werd, staat in de Bijbel geschreven, hadden de shepherds hun dieren buiten op de wei. Dat hebben ze niet in de winter. Dat hebben ze wel in het najaar nog. Ja. September, oktober. In de loop van de maand september zou Jezus Christus geboren zijn. Onder andere zijn er heel veel bewijzen die ervoor spreken dat een The Day of Atonement, ja, dus de dag van de vergeving, dat hem daar geboren werd. Maar daar wil ik nu ook niet al te ver op ingaan, maar je moet gewoon eens een keer eventjes logisch nadenken. En je begrijpt dat hij nooit op 25 december zou geboren kunnen zijn. We kunnen een andere keer zeggen van, ja, maar waarom zegt de Bijbel ons niet waarom, wanneer hij geboren is? Ja. Omwille van dat verjaardagen, Perry. Verjaardagen staan in de Bijbel 2 keren in vermeld. Ene keer gaat het over de verjaardag van een farao. En de andere keer gaat het over de verjaardag van Herod. Ja. Dus 2 keren gaat het over een heiden. Voor de rest zijn verjaardagen in de Bijbel niet vernoemd. Omdat verjaardagen niet belangrijk zijn. Als wij de verjaardag van Jezus Christus precies zouden weten, dan weet God, dan zouden we dan een feestdag van maken. En dat wil hij niet. Ook is de geboorte van Jezus niet belangrijk, maar de dood van Jezus aan het kruis, waar hij voor ons gestorven is, dat is belangrijk. En alhoewel dat wij het raden ernaar hebben wanneer hij precies geboren is, weten we ganz precies wanneer hij gestorven is. Dat wij vandaag de dag met de Romeins-Katholieke leer natuurlijk een ander doodsdag van Jezus, tussen aanhalingstekens, feesten als hem eigenlijk is. Want Pasen heeft niks met de dood van Jezus Christus te doen. Hebt u daar nog nooit niet bij stilgestaan? Elk jaar is Pasen op een andere dag. De keer is dat dit weekend, de keer is dat einde maart, de keer is dat begin april, de keer is dat dit, de keer is dat dat. Perry, mag ik je een keer iets vragen? Mijn vader is gestorven op 21 november 1992. Ik weet precies welke dag dat was. Ik weet welke weekdag dat was. Ik weet welke datum dat was. Maar die doodsdag van Jezus, die schommelt dus blijkbaar nagelang een week of 2, 3 elk jaar en dat stoort niemand. Ja. Hoe kan dat? Ja, ze vieren gewoon een feestje. Ja, jij moet daar dus gewoon eens een keer eventjes stil bij staan. En dan zie je dat de leugen zo gemakkelijk te ontmaskeren is. Je moet alleen eventjes een keer die 2 hersencellen die je hebt, laat die zich een keer fusioneren in die hersenen. En dan begint dat te werken. En bij sommige mensen doet dat pijn, want die zijn daar niet gewoon. Van zichzelf te kunnen gaan denken. Maar probeer dat eens. Probeer dat eens. Dat geeft je ineens een revelatie. Dat geeft je ineens een waarheid. Dan zeg je van, waarom heb ik mij met zoiets laten bedriegen? Ik geloof toch ook niet dat 2 en 2 5 is? Trouwens. Er is een... Toevallig moest ik daar vandaag aan denken. Dat... Er is een beroemd logisch bewijs van een man en die haat je vast net als ik. Maar die moet je toch lief hebben. Die heet Bertrand Russell. Heb je er vast van gehoord? Ja, ik weet wie dat is, ja. Ja. En die heeft dus ergens... Die, tijdens een diner, want dat was een aristocraat. En die heeft een logisch bewijs met zijn dronken kop, ongetwijfeld. Op basis van 2 plus 2. Hij zou eventjes bewijzen dat 2 plus 2 5 is. En dat zat heel handig in elkaar. En dat werd aan ons dus bij de Jezuïeten natuurlijk. Want die houden van Bertrand Russell, dat snap je wel. En wij kregen dat dan te horen van, kijk, dat was een goede grap. Ja. Ik lees weer even door. Zullen we doen? Alsjeblieft. Bacchus was heel populair, in het oude Frankrijk onder zijn Griekse naam Dionysus. Of, zoals de Fransen dat zeiden, Denis. Daar komt hij. Daar heb ik even op internet gekeken. Sorry, hè? Ja? Het eerste lied van Blondie. Ja! Ik heb dit voorbereid. Jij kan het niet zien, maar even voor de kijkeraars. Ik heb het gewoon klaarstaan. Dat ik gewoon... Waar heb ik wel... Ja, hier. Ik zal me mooi uitvergroten. Denise. Doe die bidoe. Wat leuk, jij wist het dus ook al. Ja, lief publiek, dat is niet afgesproken. Dat is live. zonder script, maar dat is gewoon de Heilige Geest die daarin marcheert. En die zegt van, jong, zo is dat.
Ja. Echt, wat ook. Wat, Denise, un grand baissé d'éternité. En in het Nederlands, niemand kon in die tijd die tekst verstaan. Hè? En wij zongen dan, o moeder, doe de deur niet toe. Dat betekent, o moeder, doe de deur niet dicht. Un grand baiser d'éternité. Een grote kus voor de eeuwigheid. Een grote kus voor de eeuwigheid. Ja, ja, ik kan beter Frans dan ik. Ik moest het nog opzoeken wat het baiser was. Ja, ik heb af en toe heb ik een keer een mentale knobbelperk. Geweldig, wat leuk. Nou, dan ga ik weer verder. Zijn feest, het Festeren Dionysi, dat werd gehouden iedere zevende dag van oktober. Dus ook elke oktober de zevende. Dat was het einde van het wijnoogstseizoen, van de wijnoogst. Na twee dagen van wild feestvieren werd er een volgend feest gehouden. En dat was het Festum Dionysi Eleutheri Rusticum. En dat was het landelijk festival van de blije suiplap Dionysus. Het pausdom was heel verstandig om het aanbidden van Dionysus onder zijn gerechtsgang te brengen. Door het transformeren van de woord Dionysus, Bacchus, Eleutheri en Rustica naar een groep van christelijke martelaars. De 7e oktober werd ingevoerd in de liturgische kalender als de feestdag van Sint Bacchus de Martelaar. En oktober de 9e, dus 9 oktober, werd ingesteld als het festival van Sint Denis en van zijn vrienden, companen, Sint Eleutheri en Sint Rustiek. De katholieke almanak, 1992 en verder, houdt vol dat de 9e oktober de feestdag is van Denis en dan wordt het genoemd de bisschop van Parijs en zijn twee companen worden geïdentificeerd als de vroege schrijvers als Rusticus, een priester en Eleutherius, een decaan. Mm-hmm. Die gemartelaard zijn bij Parijs. Denis is momenteel gezien als de apostel en de beschermheilige, dan zeg ik het goed, beschermheilige van Frankrijk. Ja. Je mag even beginnen met die plaatjes, want je had het over die plaatjes, dan kan je bovenaan beginnen, toch? Ah zo, ja, ja, goed, daar is die ene plaat van Sol Invictus, Deo Atimentos, Periodum Romanorium. Mm. Dus dat is een tekening van de onoverwinnelijke zonnegod en zijn opstanding van de 25e december. Want men viert ja op 25 december de opstanding van de zonnegod omwille van dat de zon, zo gezegd, ik zeg altijd zo gezegd, want wat ze ons leren van zonnestelsel en de aarde vliegt door de wereldruimte met zo en zoveel kilometer per uur en alles erop en eraan, dat is allemaal een leugen. Maar dus daarop baserend vertellen ze ons dat de zon na de zomersolstice, dus de hoogstand in de zomer, mm-hmm, elke dag 1 graad naar het zuiden wandert. Mm-hmm. Op 21 september passeert hij de equator, zo gezegd, mm-hmm, en marcheert dan verder elke dag 1 graad naar het zuiden. Totdat hem op 21 december passeert hij... Ja, daar ben ik al eerst mee bezig. Niet de equator, dat is de... Nee, op 21 september is het de equator, de equator passeren, is dan dus op de zuidelijke helft van de aarde en gaat dan verder naar het zuiden tot 21 december en komt op 22, 23 en 24 december, dus 3 dagen aan een stuk, op dezelfde stand terug opstijgen. Dus gaat nog naar het noorden, gaat nog naar het zuiden, de zon is dood.
sogar 3 Tagen achter elkaar auf dezelfde Stand, auf dezelfde Platz zurückgekommen. Ja. Den 25. Dezember ist der erste Tag, dass er 1 Grad zurück nach Norden geht. Dus de Sonne ist wieder lebend und kommt zurück in unsere Richtung. Das ist Sol Invictus, der unüberwindliche Sonne. Ja, ja, ja. Und dus in dieser Sketch hier oben von Mithras, links abgebildet, hij was de Sol Invictus, de unconquerable sun, dus de onoverwinnelijke zon in een imperiaal Rome. Sinds de derde eeuw voor Christus. Aha. En onder Constantijn zijn christendom werd hem dus onbenoemd naar Jezus en andere biblische namen. Mhm. Den punt is, wat je juist voorgelezen hebt, je hebt gesproken over Sankt Bacchus en de macht, Sankt Bacchus de martyr, de martelaar, ja, en andere martelaren. In dat boek All Roads Lead to Rome, dat ik momenteel op mijn kanaal aan het hoogladen ben, wat ik al gelezen heb, is 1 kapitel daarin dat noemt Saints or Martyrs. En dan moet je zeker eens een keer gaan bekijken. De Romeins-Katholieke Kerk noemt hun heilige en martelaren mensen, als je het geschiedenis goed bekijkt, dat niks anders zijn als criminelen. Verraders. Landsverraders. En dergelijke dingen meer. Maar dat zijn uiteindelijk de heiligen en de martelaren in de Romeins-Katholieke Kerk. Hebben niks te doen met echte martelaren en de echte heiligen van de Bijbel. Want een heilige volgens de Bijbel is levend. In de Bijbel zijn de heiligen altijd levenden. Doden worden in de Bijbel niet vereerd. In de Romeins-Katholieke Kerk is het juist andersom. Oh, ja, ja. Maar de Romeins-Katholieke Kerk heeft ja ook als God Satan, de rot van de doden, en niet Jezus Christus. Ik heb een... De levenden. Ja? Dus ik wou daar eventjes een keer op naartoe. Martelaren en heiligen in de Romeins-Katholieke Kerk zijn misdadigers, moordenaars, ja. Alles mogelijke. Maar weet je waar het begrip stinkend rijk vandaan komt? Nee. Nou, vroeger als je heel rijk was, dan werd je begraven in de kerk. Echt in de kerk. Mm-hmm. En dan kwamen de mensen op zondag, ook protestantse kerken hoor. Niet alleen katholieke kerken, ben jij gek. En dan werd je gewoon, had je genoeg geld en werd je in de kerk begraven. Ja, en dan zaten die mensen, die zaten iedere zondag, maar ook in de zomer. En dat gaat een beetje ruiken. Dan zaten de mensen in de lucht van de rijken. En dat heette de stinkende rijken. Die mensen waren stinkend rijk. Nou, ze zeggen toch, geld stinkt niet, hè? Nee, dat geldt niet, maar dat vlees. Dat rottende vlees, ja. Ik heb ook een hele mooie uitzending gemaakt, met als titel Over mijn dood en in het algemeen. Waarin ik een vriendelijk verzoek om mij in een madenboerderij te stoppen. En dan kan je mij niet vereren, dat slaat ook echt helemaal nergens op. Met mijn werk, wat ik doe, daar kan je wat mee doen. Mensen kunnen naar jou en mij luisteren, daar kunnen ze wat mee gaan doen. Dat is iets anders. Ja? Maar mij niet vereren, heb nergens zin in. Ik lees hem even voor, ja? Playing loose with truth and scripture. Ja, precies. Zij deden makkelijk met begrippen als waarheid en de schrift om elk mens aan zich te onderwerpen. Om te onderwerpen aan de Romeinse paus. En die techniek die werd genoemd missionary adaption. Dat is de aangepaste missie. Dat is een heel belangrijk begrip. Missionarische adaptie. Ja. Of adoptie. Precies. Je moet je aanpassen aan je missie. Dus je missie is aangepast aan dat wat je aan het doen bent. En dit wordt uitgelegd als het aanpassen van de missie aan de culturele gewenstheden van het doel van de missie. Dus je hebt een cultuur die je aan wil pakken. De cultural requirement. Een requirement. Help me eens even.
Benodigdheden, culturele. Benodigdheden, ja. Ja. Welke cultuur moet je hebben om het doel van je missie te pakken? Zodanig dat de paus zijn wensen zullen Oh, dan kan je in het Nederlands schrijf je dit in drie zinnen op, sorry hoor, maar ja. Ja, dat is zo een van die gevallen waar dat hem een redelijk moeilijke zin schrijft. Ja, 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 dan lijkt het toch een beetje. Adjustment of the mission subject to the cultural requirements of the mission object. Ja, dat is denk ik wel letterlijk wat aanzien. In feite zal ik zoiets al bijna casuïstiek noemen wat hem hier doet. Dat is al een beetje moeilijk om uit te leggen, maar in feite gaat het daarover dat men de missie aanpast aan dat wat men cultureel wil bereiken met dat object. Ja. Ja, dus men stelt zich een doel vooruit, daar wil ik met de maatschappij naartoe, en om de maatschappij dat en dat te doen geloven, moet ik dat en dat leren, ja, in mijn religie, bij wijze van spreken. Ja? Ja. Zodat de benodigdheden van de paus, hoe er hier staat, as much as possible in accord with existing socially shared patterns of thought. Dus dat alles dat wat gedaan wordt, in feite overeenkomt met wat over het algemeen in de sociale maatschappij aanvaard wordt als gemeenschappelijke gedachten, evaluatie en actie die gedaan wordt om onnodige en hevige disorganisatie te vermijden. Ja. Dus om het allemaal in chaos te storten, met andere woorden, ja, moet men daar heel voorzichtig, ja, mee overgaan en moet men casuïstiek en sophistiek gebruiken in het spraakgebruik, ja, en moet men zoiets stuk voor stuk invoeren. Je kunt niet bij wijze van de een op de andere dag omdraaien. Casuïstiek. Kan je dat toelichten? Wat is de inwendigheid van het woord casuïstiek? Nee, dat kan ik nu niet. Want ik heb dat eens een keer uitgelegd in een Duits woordenboek. Maar hoe je dat in Nederlands moet uitleggen, kan ik dat niet doen. Nee. Maar dat is casuïstiek en sophistiek is in feite haarspalterij. Ik weet niet of dat je dat verstaat. Ja, ja, haarkloverij, ja. Haarkloverij, ja. En dus aan termen een andere zin geven die ze eigenlijk hebben. Moet er zelf eens een keer gaan opzoeken. Casuistry en sophistry zijn die Engelse woorden daarvan. Ja. En dat kan ik hier in Engels wel uitleggen, maar daar zijn er niet mee gediend, want we maken hier een Nederlandstalige video. Ja. En in Duits kan ik het niet, want daar heb ik dat ook uit het lexicon toen voorgelezen. Ik heb dat in een van mijn geschriften staan, ja, wat dat precies is, om dat uit te leggen. Maar het gaat dus in feite daarover om dingen in een andere spin te gaan geven. Hè? Daarom heb de spin doctors, die naam heb je zeker al eens een keer gehoord. Hè? Ja. Dat zijn mensen die de waarheid verdraaien. Ja. En die u ook altijd oude wijn een nieuwe sluizen of zo gaan geven. Zakken, oude wijn een nieuwe zakken. Nieuwe zakken. Die u dat op die manier gaan verkopen. Dat is echt heel vies. Jij bent wijnhandelaar, maar oude, ja, wijn in nieuwe zakken, Ja, die uitspraak ken ik dus in het Nederlands niet. Hè. Daar hou ik me niet mee bezig, want die wijn die ik verkoop is in flessen. Hè. Ik gebruik die uitdrukking dan niet. Nee, maar stel je het andere voor. Oude whisky en nieuwe vaten, dat doe je ook. Ja, eens gedaan, maar we gaan door. Hè. Maar ja, de laatste van die alinea. Om onnodige en ernstige disorganisatie te vermijden. Onnodige en ernstige disorganisatie te vermijden. Daarom doen ze dit. Dus ja, je moet een samenleving, als je die overneemt, dat moet je niet te openlijk doen. Want dan krijg je gewoon een protest. En je moet het juist sluimerend doen. Het voorbeeld terug, Perry, van de kokende kikker. Mm-hmm. Of van de kikker in het koude water dat je stilletjes aan. Ja. Moet verwarmen. Ja, absoluut. Ga ik weer verder lezen. Rome heeft deze missie in Amerika om Amerika te seculiseren. Wat even?
Rome heeft Rome zijn heeft dat missie. zo voorzichtig geadopteerd om zijn missie in Amerika te seculariseren, Ja, dat we dat niet we niet denken. denken dat, ja. de Amerikanen, dat, de Amerika, dat de Verenigde Staten van Amerika eigenlijk een katholiek systeem hebben. Ja. Ze hebben het dus met andere woorden zo geheim gedaan, dat we helemaal niet meegekregen hebben, dat het in feite van protestantisme naar een katholiek systeem veranderd is. Ja, en dat die andere zin, en daar heb ik nog maar even nagezocht, want er staat yet the rosters of government, daarmee wordt bedoeld, terwijl de werkroosters, dus als je kijkt wie er aan het werk is, wie doet de komende maandag het ministerie van Buitenlandse Zaken, hè? Wie of wie, die tonen zonder meer aan dat het allemaal katholieken zijn. En daarmee gaan we dus terug naar kapitel 1, naar de almanak van 1992 en al die katholieken die zich bezighouden met die verschillende dingen die we toen voorgelezen hebben. En dat is precies het bewijs daarvan hier, ja. Precies. En dan kijk hoor. De grootste uitdaging voor deze missionaire adaptatie, laat ik het zo maar even zeggen, deze aangepaste missie, was de schrift. En dat is dus het Oude en Nieuwe Testament, gebruikelijk bekend als de Heilige Bijbel. Wij zeggen dat op zijn Nederlands niet, maar... Het Heilige Boek, hè? Het Heilige Boek, ja. Holy Bible betekent niks anders dan Heilig Boek, hè? Ja. Ja, bibliotheek is toch gewoon een verzameling van boeken. Althans, voor zolang Rome was de stoel van de heilige van de grootste bruggenbouwer. Oh nee, zolang als Rome de stoel was van de heilige bruggenbouwer, dan was er een merkwaardige, daar komt ie, vijandigheid tussen de pausen en de schrift, wiens gelovers... Even kijken hoor. Who is believers they are perse- Oh ja, tussen de en de Heilige Schrift, waarvan de paus vond dat hij de baas was. Daar ging het om. Er waren dus mensen die geloofden in de schrift en de paus zei dat is best, maar ik ben de baas van jullie. Dus je mag de Bijbel wel lezen, maar onder mijn auspiciën. Nee, je mag ze niet lezen. Ja, je mag hem lezen via een klein beetje dan. Hè. Hij kan ook niet alles tegenhouden, maar. En momenteel, wat je ook ziet met die Franciscus, waar die ontzettend rare schaatsen aan het fietsen is, om zichzelf een plaats te gunnen tussen sodomieten en drugsgebruikers en weet ik veel wat voor rare lui allemaal. Mm-hmm. En ja, ik ben jullie vader ook. Hij wordt gewoon steeds gekker. Er zijn in Amerika hele leuke filmpjes over gemaakt, over dat hij zelfs gekke dingen ging zeggen over Jezus. Dan ben je er echt heel raar bezig. Oké, en dan sluit ik eens af in het volgende hoofdstuk. Dan gaan we beginnen met ons onderzoek van die vijandigheid. Tussen de paus en de Bijbel. Tussen de paus, ja, en de Bijbel. En dan vooral, ik denk niet dat ze zitten tussen de paus en de Bijbel. Maar tussen de paus en de mensen die de Bijbel lezen. En zeggen van, ik heb de paus helemaal niet nodig om de Bijbel te lezen op zijn Nederlands of in het Engels. Ik neem een cursus Engels en ik kan de koning James van 1611 kan ik ook zelf lezen. En dat is de vijandigheid. En dat is ook precies de waarde van het christendom. Naar mijn hart dus en naar mijn mening. Mijn geloofsuiting. Nou, ik pak de... Kan je nog even door? We zijn een uur bezig nou. Nee, nog geen uur, toch? Ja, met wat we eerder opgenomen hebben waarschijnlijk wel, maar het maakt niet uit voor mij. Kunnen we gerust een beetje langer gaan doen? Ja. We beginnen hier met een schets, hè, weer terug van Tapasos, ja, over Paus Gregory de Negende, die geleefd heeft tussen 1227 en 41, alleen geregeerd heeft als paus, tussen 1227 en 41, en die de oprichter is van de Inquisitie en de kampioen van Aristoteles, omwille van dat de Romeins-Katholieke Kerk haar leer opbouwt op Griekse filosofen Aristoteles, Plato en Socrates. Excommuniceert, excuseer, de heilige Romeinse keizer Frederik II, die upside down, dus ondersteboven, met de Bijbel hier afgebeeld is in een
tekening van de kunstenaar Vasari. En deze tekening was dus de paus, de oprichter van de Inquisitie, die keizer excommuniceert, die een Bijbel in de hand heeft, leidt dus het lezen in van kapitel 3, Marginalizing the Bible, of het marginaliseren van Gods woord. Ja, heel leuk. Maar goed, hij was kampioen Aristoteles. Wat houdt dat in? Wat bedoelde? Nou, hier staat... The champion of Aristotle, ja. Aristotle. Ja, dat wil zeggen dat hij dus... erg goed was in het begrijpen van zijn leer? Ja, niet alleen goed was in het begrijpen van zijn leer, maar dat hij zijn leer dus verbreid heeft, dat zijn dingen was. Hè? Uh-huh. Champion of Aristotle, dus we zeggen van dat hij minstens zo goed als Aristotle was in die Griekse filosofische leer te verspreiden. Hè? Uh-huh. Ik heb Aristoteles heb ik gelezen. Ja, dan heb je veel meer tijd als ik. Wat zeg je? Dan heb je veel meer tijd als ik. Oh nee, dat was toen dat ik... Ik zat toen bij de katholieken, bij de Jezuïeten voor mijn ICT-kennis. Bij de taalfilosofie en logica. Maar dan moest je ook, de klassieken moest je ook doen. Dat hoorde er gewoon bij. En ik dacht, nou, dat doe ik dan ook maar. Dat was mijn gegeven dat ik dat mocht. En ik heb Aristoteles dus gelezen. Ik moet eventjes een telefoon ophangen, 1 seconde. Ja. Die bel ik zo terug, ja. Dat heb ik Aristoteles gelezen en dat was eigenlijk zo gek nog niet. Moet ik je eerlijk zeggen hoor. Dat was geen, hij heeft geen vieze dingen opgeschreven. Dat is gewoon niet waar. De andere kant van Aristoteles is wel dat hij... Ja, hij heeft zich bijvoorbeeld zijn tijd verdaan met het tellen van ganzen. Dat heeft hij echt gedaan. Hè? Heeft hij een schrift van bijgehouden. Dan ging hij iedere keer met zijn roeiboot, net als... Sorry hoor, maar net als Charles Darwin met zijn militaire beagleboot. Ja, maar dan ging hij naar een of andere baai. En dan ging hij opschrijven van op 23 augustus 24 ganzen. En op 25 augustus 27 ganzen. En dan ging hij daaraan zitten. Ja, kort. Hij wordt wel genoemd het begin van de empirie. En daarin heeft men wel gelijk. Dat Aristoteles in ieder geval de moeite nam om een schrift bij te houden van het aantal ganzen in een bepaalde baai. Het is een begin. En wat hij gezegd heeft over gezondheidszorg, overigens, daar kan de huidige allopathie, dus wat ze dan noemen de westerse gezondheidszorg, die kan dat nog een keer gelezen hoor. Wel, daar kan mensen ik je alleen dat maar op zeggen van, dat de beste van de gezondheidszorg staat nog altijd in de Bijbel. Oh, vertel eens. Nou, daar moet ik toch niet over vertellen? Nee, een korte intro, want dan ga ik nu beginnen met hoofdstuk 4. Ja, als afsluiting. Hoofdstuk 3. In de Bijbel staat erin wat we moeten eten en wat we niet moeten eten. Zo simpel is het. Je hebt al die dingen van die heiden en die hun eetcultuur heb je niet nodig. Hou je aan dat wat in de Bijbel staat en het is goed. Oké. Ik vind het goed. Ik ben ook de laatste echt jaren niet naar de dokter geweest. Nou, een mooi hoofdstuk. Je hebt gelijk, dat is hoofdstuk 3. Het marginaliseren van de Bijbel. Precies, en het marginaliseren, dat heb ik nog even nagezocht op Translate. Verkleinen van. Ja, het verminderen, het wegvagen of zo. Het vervagen van de Bijbel. Onder het tapijt schoffelen, noemen we het ook wel. Ja, het tapijt, dat kun je ook noemen, ja. Het is allemaal niet belangrijk, hè? Oké, elke gemeenschap. Beheerste gemeenschap. Ja, elke gemeenschap die onder een beheer staat, die heeft enig heilig schrift. En de heilige schriften van het keizerlijke Rome, dat waren de profetieën en rituele aanwijzingen die bevat waren in de 10 Sibylline evangeliën en de Aeneid van Vergil. De Aeneid impliceerde, hield in, dat elke Romein zijn taak was om zich op te offeren. Nee, om zijn individualiteit op te offeren. Om zijn individualiteit op te offeren, zoals de heroïsche
Aeneas had gedaan, zodat tot de grotere glorie van Rome en de grootste bruggenbouwer. En wat wil dat nu in Vlaams zeggen? Ja, zeg maar. Het is de plicht van iedere Romeinse burger om zijn eigen individualiteit op te offeren voor het grotere doel. En dat is de glorie van de Pontifex Maximus. Absoluut, ja. Dat wil dat zeggen. Dat wil zeggen van, jij als individu telt niks. Nee. Nada, nothing. Ja. En zeker niet, want alles wat dat je doet, doe je alleen maar voor de grotere glorie van Pontifex Maximus. Absoluut. Vandaar komt een van de spreekwoorden van de Jesuiten. Ad majorem dei gloriam. For the greater glory of God. Mm-hmm. Voor de grotere glorie van God. Ja. Maar de paus is God. Ja, dan zijn we toch dus klaar. Dat is wel makkelijk. Dus in Rome moet jij uw individualiteit, uw leven, alles wat dat jij uit, wat jou uitmaakt, opofferen voor de glorie van de paus. Dat is wat in de Aeneid geschreven staat. Ja. Als je die tijd en de zin hebt, op YouTube bestaat er een meer dan 10 uur durende audioboek waar iemand de Aeneid van Virgil compleet aan het voorlezen is. Ja. Ik moet heel even, 1 seconde, blijf gewoon hangen. Ja. Ja, ik blijf hangen. Ik kan jou verder spreken ondertussen. Dus, Hé, Ron, ik bel je zo terug. Ik ben even in gesprek, ja? Tot zo. Oké, ik bel je overmorgen, ja? Doeg, hoi. Ja, is klaar. Ja, dat is dus een 10 uur durende video, een audio-video, waar deze Virgil van Aeneid vorgelesen wordt. Okay. Ik ben er echt in geslaagd om eens een keer 40 minuten of zo te luisteren, want dan was ik absoluut diep in slaap gevallen. Dat is heel, heel moeilijk om naartoe te luisteren. Men zou dat eigenlijk eens een keer moeten gaan lezen, maar het is heel, heel moeilijk spul. En uiteraard, waarom moet je dat lezen? Wel omwille van dat je dan dingen begrijpt als Aeneid Cyptus en Novus Ordo Seclorum, waar we ook hier direct naartoe gaan. Maar belangrijk in die zin die we juist gelezen hebben is, de Aeneid, dus die geschriften van Virgil in de Aeneid, impliceren dat elke Romeinse burger zijn plicht is, of zoals ze in goed Vlaams zouden zeggen, het is jouw verdomde plicht, om jezelf op te offeren voor de grootheid van de paus. Ja. Kijk, op zich, om er even een grap van te maken, ik ben daar best bereid toe. Maar dan moet ik wel zeker weten dat de paus echt de plaatsvervanger is van Christus Jezus. En zolang hij in de rondte loopt met een jurk van een of andere designer roop, heb ik daar ernstig wantrouwen naar. De Zoon van God, ja, ik heb hem. In die zin bestaat hij voor mij niet. Hij zal dan wel komen, dat geloof ik wel. En onderworpen aan de Heer ben ik. En dat is niet mijn eigen keuze, dat is gewoon zo. Dus dan komen we over de Sibylline, hè? Precies. Ze mogen kortom het even af te sluiten, dus de onderworpenheid die ik heb aan mijn Heer, die mag niet overgenomen worden door een Heer op deze aarde. Dat zou een mooie boel zijn. De Sibyllines, ja? Mm-hmm. Die hebben hun gedachten. En er was een profetie van Isaia. Ze hebben dat geleend, moet je. Ja, geleend, ja. Ze hebben dat uitgeleend uit Jesaja's veel eerder geschrevene profetie over Jezus Christus. Ja. En hebben daarmee in feite voorspeld dat wanneer Caesar Augustus zijn onkel Julius als Pontifex Maximus opvolgt, dat hij de rol in de wereld overneemt als, luister goed, ja, dan komt prins van de vrede en zoon van God. Nou, wat heeft die paus dat waargemaakt, zeg? En de paus noemt zich vandaag de dag de prins van de vrede en de zoon of God en de zoon van God. Maar de prins of peace in de Bijbel is maar Jezus Christus. Maar de paus denkt natuurlijk of noemt zichzelf Jezus Christus. Ja.
Ja? En Augustus zou op die manier een nieuwe wereldorde inluiden, zoals hij dat in feite ook deed. Dus wij hebben als christenen een nieuw contract gekregen met God door Jezus Christus die in de wereld kwam. Mm-hmm. En Jezus Christus heeft door het Nieuwe Testament een nieuwe wereldorde voor ons christenen opgezet. En de heiden hadden datzelfde door hun Caesaren. Door wat de Sibyllinen reeds van Jesaja in feite gepikt hebben. Ja. Dat is het probleem met de Romeins-Katholieke Kerk, Perry. Mm-hmm. Ze gebruikt 10% waarheid, ze gebruikt 10% echte, de schrift, en 90% leugens. Mm. En door die 10% waarheid krijgt ze de mensen ingelokt in hun kerk. En zo was er toen met de heidenen ook. Die pikken iets wat in de Bijbel staat, want die Romeinen hadden de Bijbel ja ter beschikking jahrhunderte. Mm-hmm. Die was ja niet onbekend. Joda, dat land in de streek van Israël, wat de Joden bewoonden in de tijd, dat was ja jarenlang bezet geweest. Dat was bezet geweest door de Romeinen. Uh-huh. Ja, we weten ja dat Herod en ook die prefect die Jezus veroordeeld heeft, Pontius Pilatus en zo, dat het Romeinen waren. Ja, die hadden Zugang tot de Schriften. Ja. Zeker door de Schriftgeleerden, die sowieso allemaal afgefallen waren, apostijd, afgefallen van het echte geloof. Ja. En de Talmud hadden en alles. Die hebben natuurlijk de schriften uitgewisseld met Rome. Vandaar dat de Sibyllines bij wijze van spreken een profetie hebben kunnen schrijven, die zich leunde aan dat uit de Bijbel en dat toepassen dan op hun heidense Caesaren toegepast hebben. Mm. En vandaar heb je vandaag de dag deze A New World Order. Ja, een nieuwe wereldorde. Ja. Dat ja. In feite die Novus Seclorum, zoals dat dan in de Aeneid geschreven staat. Mm-hmm. Ja. Oké, gaan we even door. De Sibyllines en de Aeneid waren heel erg in trek. Waren zeer geliefd door de priesters van de overheid. En ze werden beschouwd als een deel van de Romeinse grondwet, zou ik zeggen. Mm-hmm. Dezelfde schriften zijn deel uit gaan maken van de grondwet van de Verenigde Staten toen de motto's Aneuit Coeptus en Novus Ordo Seclorum die kwamen van de Aneïds en de Sibyllines. Even naar de volgende pagina gaan. Van de Aneuts en de Sibyllines. En het zijn ingevoerd bij de wet van 28 juli 1782. En opgenomen in het grote zegel van de Verenigde Staten. De Sibyllines en de Aneïds vertelden alleen maar openlijk zaken aan priesters en bepaalde geprivilegeerde. Waren alleen maar toegankelijk voor priesters en geprivilegeerde personen. Ja, ze spraken dus alleen maar tegen die mensen dus. Nee, ze werden, de Sibyllines en de Aeneid waren alleen maar toegankelijk. We're open only to priests and certain privileged persons. Ja. Dat wil zeggen, andere werd dat ontzegd, die zagen dat niet. Ze zaten als het ware achter de muren of zo. Want nee, het gaat erover van dat deze schriften niet aan iedereen. De geschriften. Dat is hetzelfde gelijk vandaag de dag. De paus zegt van: de Bijbel is alleen maar voor mij. Ik vertel je wel wat erin staat, maar jij mocht ze niet hebben. Hier die schriften van de Sibyllines en van de Aeneid waren ook alleen maar toegankelijk voor de priesters en bepaalde privilegeerde personen. De gewone. Zoals man in Engels al zegt, layperson, ja, de gewone mens. In Duits zeggen we otto-normaalverbraucher. Ik weet niet wat het Duits zegt. Otto-normaalverbraucher, ja, dat kennen we hier in Holland ook. Hè. Ja, oké. Okay. Ja, die mocht daar niet in kijken, die mocht daar niet kennen. Mm-hmm. Het gaat over geïnitieerd zijn of niet geïnitieerd zijn, toegelaten tot bepaalde kennis, ja of nee. Daar gaat het over voornamelijk in geheimgezelschappen. Ja. Daarom hebben ze van die verschillende gradaties. Een vrijmetselaar van de derde graad weet niet wat een van de vijftiende graad weet. Nee. En een van de 32e mm-hmm. weet niet wat een 33 graad weet. En die op de derde weet zelfs niet dat er een 32 graad bestaat.
Ja, bij wijze van spreken. Ja. Ja? Dus hier gaat het over compartmentalization. Absoluut. Compartmentalisatie direct. Dat weten alleen maar bepaalde mensen toegankelijk maken. Mm-hmm. En dat is een tegenspraak tot de Bijbel. En de Bijbel is alles open. Jezus heeft nooit iets in geheim gedaan. Precies. Dat is een heel belangrijke zin. Dus die Sibyllines, dus die profetieën die de Sibyllines geschreven hebben, mm-hmm. en Vergils Aeneid, was alleen maar open tot de priesterklasse mm-hmm. en bepaalde geprivilegeerde personen. En die konden dan op hun manier mm-hmm. dat gewone volk indoctrineren met wat zij zeiden wat erin staat, met hun interpretatie wat erin staat. Exact gelijk de priesters en pastoren vandaag van de kansel naar de mensen in de kerk predigen wat zij willen en niet wat in de Bijbel staat. Aha. Een heel belangrijke zin is dat, Perry, en ik vreesde dat je daar eventjes ging overlezen. Ja, ik was onderwijl, ik was eventjes afgeleid, want ik wilde jou nog iets sturen. Ik ga dat eventjes doen. Vandaag waren hier de verchristenen op het kerkterrein. En die hadden een website. En dat was een .be website. Ik denk, die stuur ik je even. Aha. Nou goed, even terug naar het gesprek. Je mag even naar kijken als je zo dadelijk ziet. Er zijn mensen hier in Arnhem die reiken bijbels uit. Mm-hmm. www.jezusleeft.be mm-hmm. Nou, zal ik de volgende zin pakken? Alsjeblieft, ja. Ja. De mensen die leerden van de heilige inhoud van de Sibyllines en de Aeneid door het trickle-down, dat is het omlaag druppelen van priesters die iets doorvertelden. Exact gelijk dat ik juist beschreven heb. Ja. Exact, ja. Toen het Oude en het Nieuwe Testament werden geaccepteerd als de officiële heilige schriften van het Rijk, werden ze exclusief gegeven aan de priesters. Ja, daar gaat hij weer, ja. Dat die zich daarom bekommerden. Ja. Ja. En precies zoals de Romeinen gewoon waren, leerden de mensen alleen maar bepaalde dingen van die discreet verteld werden. Discretionary retelling. En het had zo moeten zijn voor het heil van het Heilige Rijk. Want als iedereen alles wist, als alle kennis uit in het open was, dan had dat imperium gevallen. Ja. Want als mensen kennis zouden krijgen van de Bijbel, dan zouden ze weten dat de allergrootste bruggenbouwer, dat was niet een legitieme christelijke titel. En dit wetende, dan zouden ze niet buigen voor zijn suprematie. Voor zijn oppermacht. Ja, voor zijn oppermacht. Het Rijk zou ineenstorten. En zo zou de monarchische, en dat kan je niet, dat is echt de beste Nederlandse vertaling. En zo zou de monarchische Romeinse kerk. De Romeinse katholieke kerk het bijbellezen onderdrukt. Absoluut. Het intelligente bijbellezen. Want intelligent bijbellezen is dat lezen van met het verstand van de Heilige Geest. Dat je hebt als je Jezus als je redder geaccepteerd hebt. Absoluut. Ja. En dit is waarom de eeuwen tussen Constantiens adoptie van de kerk en Gutenberg met zijn boekdrukkunst bekend staan als de Dark Ages, de donkere eeuwen. Want dat middeleeuw was niet donker, mijn lieve toeschouwers, omwille van dat ze s'avonds geen lamp hadden om licht te maken. Maar het was een donkere tijd, omwille van dat het woord van God van de mensen weerhouden werd. De kerk sloot dat woord van God op in hun kerken. Alleen de priesters hadden er toegang. De Bijbels waren alleen maar geschreven in Latijn, een dode taal die niemand sprak. De mensen gingen niet naar school, niemand kon schrijven, niemand kon lezen en zeker geen Latijn. Dus ze gingen naar de kerk en moesten maar dat geloven wat de priester hun daar vertelde. En waarom dan ook niet?
Want de priester was tenslotte een vertrouwenspersoon. Ja, ja. Zij geloofden in de priester. Zoals de Joden al die eeuwen geloofd hadden in hun priesters, die hun eveneens bedrogen hebben. Daarom vielen de Joden en de rest van Israël ja ook weer en weer en weer in den afval, in de apostasie. En hier was het exact hetzelfde. De mensen moesten vertrouwen dat dat wat de mensen hun leerden het woord van God is. In plaats van dat ze de mogelijkheid hadden dat God tot hunzelf sprak. En hoe spreekt God met jou? Als je zijn woord vastneemt, zijn Bijbel. Maar zij hadden toen A, geen Bijbel, B, geen Bijbel in een taal die ze konden verstaan, en C, lezen konden ze ook niet. Daarom is het donkere tijdperk. Omdat het licht uit die wereld genomen was, Jezus is het licht. Ik ben totaal met je eens. En ik vind het heel mooi, omdat het hier zo genoemd wordt, dat het dan aan de Gutenberg-pressen was, met Maarten Luther. Dat waren inderdaad de donkere tijden. En vreemd genoeg, ik heb een boekje in handen gekregen, in het Nederlands vertaald, en dat was op zijn Engels La Lumière les Moyen Âge. Dat is een boekje geschreven door een vrouw, op kosten van een universiteit, of een opdracht of zo, een afstudeeropdracht. En die zat alleen maar de middeleeuwen te verheerlijken. En toen dacht ik, toen ik dat boekje heb ik gelezen in 2012 of zo. En achteraf denk ik van, ik weet het niet. Dat was een verheerlijking van het feudalisme. Het had er wel alles mee te maken dat dat die reformatie kwam en dat er een hele hoop opstand kwam tussen de adellijke onderling. En de pauselijke macht die was een beetje weggeherst. En daardoor kon het volk wel weer omhoog. Dat was haar these. Dus kinderen kregen wel onderwijs hoor. Maar dan ging je wel naar Parijs. En wat kreeg je dan van onderwijs? Ja, inmiddels weet ik het. Dan kreeg je gewoon jezuïetenonderwijs. Ja. Ja. Maar niet hoe het zit. Ja. Zullen we hier maar stoppen, Perry, in deze deel? Het is wel op bladzijde 16 in plaats van 17 waar je naartoe wilde gaan. Ja, nou, goed, streven is beter dan bereiken. Ja, okay. Dat is gewoon gezegd. Dat is gewoon gezegd. Dan zullen we volgende keer maar verder doen hier. Dan zal ik even afscheid nemen van onze toeschouwers. Bedanken voor het luisteren en voor het kijken. En ook voor het becommentariëren. Laat maar een keer weten in jullie commentaarsecties wat je daarvan vindt. Ja, we hebben trouwens een reactie gekregen van Lieneke. Trouwens weer. Ah ja. Ja, ja. En dat was alleen maar positief en groeten en zo. Ja. Dan gaan we door, ja. Ik heb daar niks op tegen om ook eens een keer negatieve commentaar te krijgen, als lang als het gefundeerd is. Dus ik zal maar een keer zeggen, als lang als we geen negatieve commentaar krijgen, kunnen ze ons niet bewijzen aan de hand van de Bijbel dat we verkeerd spreken. En dat is ja goed. Aha. Want dat is ja onze opzet om hier ook de waarheid te vertellen. Ja. De wereld wordt ja al genoeg gelogen. Ja. Ja. In elk geval, ik heb besloten om al deze lezingen van Rulers of Evil omhoog te laden op mijn kanaal ook. En ik ga dat doen in een eigen afspeellijst van video's. Geweldig. Die noemt Vlaams Rulers of Evil. Daarmee heb ik dan twee playlisten van Rulers of Evil. En de ene is Engels en Duits. En deze is dan alleen maar Vlaams. We zullen zien hoeveel video's dat geeft. Maar ik kan niet zo rap opladen gelijk Perry. Want ik heb veel te veel andere dingen op mijn kanaal die ik moet gaan doen. Dus daarvoor eventjes geduld alstublieft. Vraag ik heel vriendelijk. En sta mij daartoe. En anders ga eens een keer naar Perry zijn kanaal en bekijk het daar. Die heeft dat ook. Die kan dat ook gebruiken. Een paar toeschouwers extra. En een paar mensen die zich daar extra op abonneren. Want die waarheid, mensen, moet naar buiten. Wij brengen dat hier naar buiten, dat jullie dat kunnen leren. En dat jullie dat niet voor zichzelf houden. Maar dat je daar met vrienden, met familie, met werkcollega's en iedereen over spreekt. Gelijk dat Jezus gezegd heeft, ga in de wereld en breng het evangelium naar elke creatuur. Met deze woorden sluit ik af. Dank je Perry, tot de volgende keer. Je blijft er even hangen. Tjus! Jurk blijft nog even hangen. Want dat vinden we altijd leuk om nog even af te sluiten. Ik hoop dat jullie hiervan genoten hebben. Er zat een hele hoop info in. Ik vond het een hele heldere expositie. En weliswaar, we hebben een anderhalf pagina nog niet gehad. Maar we hebben er nog 200 min 16. Hoeveel is dat eigenlijk? Nou, nog heel veel te gaan. Belangrijk is
dat je dit op je in laat werken. Dat je rustig wordt en morgenochtend ga je de goede beslissingen doen. Of anders overmorgen. En net als Jurk net zei, zeg ik op zijn Hamburg, tjus en dag lieverds.